Er was eens een keer een hele geleerde man, een soort professor, en die kwam bij Jezus en die vroeg aan Jezus: Jezus, wat is nou het belangrijkste? Wie is het belangrijkste? Vertel me dat, Jezus. En toen zei Jezus: dat zal ik vertellen, maar ik zal drie verhalen gaan vertellen daarover. Het eerste verhaal gaat over toen ik geboren werd. Toen ik geboren werd, toen had ik een moeder, Maria, en ik had ook een vader, dat was Jozef. En die vonden mij zo'n bijzonder kind, zo'n mooi kind, dat ze zeiden: het is eigenlijk net of het een kind van God is. Een zoon van God. Maar ja, als iemand een kind van God is, een zoon van God is, dan betekent het zo'n belangrijk iemand dat hij wel geboren moet worden in een prachtig hotel of in een heel mooi ziekenhuis en in een schitterende wieg. Maar dat was bij mij niet zo, zei Jezus. Ik werd geboren in een stal bij de beesten. Bij de os en de ezel en de schapen. Heel nederig. Heel arm. En de eerste mensen die mij kwamen bezoeken, die op kraam dat waren de varkens. Je weet dat de varkens, die werden eigenlijk niet iedereen met een nek aangekeken. Dat waren mensen die er niet uitzagen, die vies waren, een beetje schurken en ze stonken ook. En juist bij die mensen kwam ik op aan. Dat waren de eerste mensen die mij kwamen bezoeken. Dus ik was arm en ik was er bij juist die armen. Mensen die met de nek werden aangekeken. Dat is het eerste verhaal. Dan het tweede verhaal. Dat gaat hier over. Er was eens een keer een man, een koopman, en die was op reis van Jeruzalem naar Jericho. Dat waren twee grote steden. En onderweg werd die man overvallen door rovers. En die rovers sloegen hem in elkaar en beroofden hem. En lieten hem vervolgens achter. En daar lag hij, op de grond, gewond. En dan kon niks doen. En toen kwam er een pastoor langs, een priester. Die zag hem liggen. Er liep een grote boog om hem heen. En liep door. En toen kwam er daarna een leviet langs. Een leviet is een hulpje van de priester. En ook die ging in een grote boog om hem heen. En liep door. En liet hem achter. En toen kwam nummer 3 langs. En dat was een Samaritaan. En een Samaritaan is iemand die komt uit Samaria. Mensen die daar vandaan komen, noemen we Samaritaan. Dan moet je weten dat Samaritanen met een nek werden aangekeken. Dat waren mensen die door iedereen gehaat werden. En juist die Samaritaan kwam aan op zijn ezel, zag die gewonde man liggen, stapte van zijn ezel af en hielp die gewonde man. Hij verzorgde zijn wonden en vervolgens tilde hij hem op zijn eigen ezel en bracht hem naar een herberg. En zei tegen de herbergier, de meneer van de herberg: zorg goed voor hem, geef hem goed te eten en een warm bed. En hier is geld. En morgen kom ik terug. En als er niet genoeg geld gegeven is, dan geef ik je morgen wat je nog tekort komt. Zorg goed voor me. Nou, zei Jezus, wie van die drie zou nou het beste gezorgd hebben voor die gewonde man? Nou, zei die geleerde die bij Jezus kwam, dat is natuurlijk de Samaritaan. Juist, zei Jezus. Als je nou heel plechtig wil zeggen, wie is de naaste van die gewonde man? De Samaritaan. Dat is het tweede verhaal. Nu het derde verhaal. Er was eens een keer een herder en die had 100 schapen. En die zorgde heel goed voor zijn schapen. Iedere keer telde hij zijn schapen, of ze er wel alle 100 waren. En samen met zijn herdershond zorgde hij heel goed voor zijn schapen. En hij beschermde ze tegen de wilde dieren. Maar op een dag telde hij weer. En toen telde hij en toen kwam hij tot 99. Oh.
misschien is het daar eentje dicht. Dus ik zal nog een keer tellen. Misschien heb ik wel verkeerd geteld. Hij telde nog een keer. Ik kwam weer tot 99. Nou, dat zal toch niet zo zijn. Eentje weg. Nog één keer tellen. En weer tot 99. En wat deed die herder? Die liet zijn 99 schapen achter. En de herdershond die zorgde goed voor de schapen. En hij ging op zoek naar dat ene verloren schaapje. En hij zoeken en zoeken. En opeens hoorde hij in de verte geblaat. En hij ging het geluid af. En daar zag hij een klein jong schaapje, eigenlijk een lammetje. En dat lammetje, dat was met zijn vacht in de doorns van een struik terechtgekomen. En hij kon er niet meer uit. Wat deed die herder? Die herder ging naar het schaapje toe, haalde vacht uit de dorens vandaan, nam het schaapje op, tilde het op zijn schouder en daarna op zijn arm zo heel lief en bracht het schaapje terug naar de kring. Kijk zo, mensen. Zo zou je moeten zijn. Als je nou vraagt wat is het belangrijkste, wie is het belangrijkste, juist degene die verloren is, die zwak is, die zielig is, die ziek is, die gewond is. Die is het belangrijkste, die zijn het belangrijkste. En als je nou die mooie, hele plechtige vraag stelt, wie is mijn naaste? Dan is het antwoord juist degene die zwak is, die ziek is, die met de nek wordt aangekeken. En als je nou bijvoorbeeld op school bent en er is iemand in de klas die je niet zo leuk vindt, die eigenlijk door iedereen met de nek wordt aangekeken, dan is juist dat degene voor wie je best moet doen, met wie je eens een keertje zou moeten spelen. Of aan wie je zou moeten vragen van, goh, kom eens een keer bij mij thuis spelen. Of dat jongetje wat bij jou in de straat woont, dat er zo raar uitziet. Misschien wel niet zo goed te verstaan is, dat hij uit een ander land komt. Waarmee je eigenlijk niet wil spelen. Juist, voor die moet je zorgen. Voor die moet je er zijn. Dat is je naaste. En het is de bedoeling, zei Jezus, dat je er bent voor die naaste. Wie is mijn naaste? De zwakste. Die er is.